De laatste keer ooit. De openluchtfilm in het Sphinxpark. Met eigen dekentjes, stoeltjes, hapjes en drankjes was het er goed toeven. Ik ben David de Pre, ik ben artistiek directeur van Lumière en wij vertonen vanavond samen met Bureau Europa de film Soul Kitchen in de openlucht in het Sphinxpark. Deze film is gekozen door het publiek. Ze konden kiezen uit 3 films. En schijnbaar hadden mensen zin in iets luchtigs, want het is gewoon een hele fijne, ontspannende film. Als je een openluchtfilm organiseert, weet je eigenlijk nooit hoeveel mensen er gaan opduiken. Dat is altijd wel spannend. En we moeten nu nog een half uur gaan voor de film gaat starten. En het zit nu wel aardig vorm, dus volgens mij wordt het een topavond. Ik kom voor de film. En de sale die komt ook voor de film, denk ik. Hè? Ja, absoluut. En ik heb net pas bij de geluidsman gezien om waar die film over gaat. The Soul Kitchen. En lijkt me een spannend film. Ik vind het eigenlijk een heel leuk initiatief. En nog ongedwongen en verzorgd op zijn website. En dat is echt binnen een oor of ze gaat dacht voor zover het doen. Dus eigenlijk is impulsieve actie. Kan jij ook nog wat zeggen? Ik zei dat is een spontane actie geweest. Heel leuk. Ik vind dat Maastricht het ook wel kan gebruiken, moet ik zeggen. Nou, wij zijn hier omdat we ontzettend van arthouse films houden. En het is Maastricht. En mensen ontmoeten, openlucht, het is goed weer. Het is een hele mooie plek. Dus ja, geen reden om hier niet te zijn. Cecile heeft Prosecco metgenomen met echte glazen, hè Cecile? Ja, drinken voor op Maastricht. Drinken voor Maastricht. Op culturele hoofdstad Maastricht. Drinken voor de ogen op. Drinken voor ogen op. Neurtjes. De chips in de lop. Dit park, is dat bekend bij jou? Nee, ik heb er nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord. Oké, okay, en wie ben jij nu achtergekomen? Mijn vriendje heb ik erop geattendeerd dat het in de gezet sting. Okay. En toen heb ik het gelezen en toen dacht ik van, oh ja, lieve genaad, wat heel erg gezellig. Ja, en nu als je zo hij bis, wie vindt het nu hij, zo de sfeer? Ja, ontzettend gezellig. Echt wel, ik zou je echt dikster rijden gewoon. Maar ja, nou, ik gelezen dat het toe ging op 1 oktober. En ik vind het echt ontzettend jong. Want als ik dit hier zie, nou, dat sfeertje is gezellig. Het lijkt wel pingpong of zo, wat er daar georganiseerd wordt. Ja, oké. Okay. Dat is mijn verjaardag, dat vind ik heel erg. Ik ga geen feestje geven op 1 oktober als het hier toe gaat. Nee, gewoon vertreuren. Dit is een beetje een open sfeer, niet allemaal zo heel erg strak geregeerd en niet Maastricht met allemaal dezelfde terrasjes en zo. Ja. Een beetje los, een beetje... Informeel. Een beetje informeel en dat missen we heel erg in Maastricht. Ik vind het wel heel jammer dat dat verdwijnt, ja. Het zou eigenlijk gewoon open moeten blijven, vind ik, ja. Omdat de stad redelijk versteend is en erg weinig groen kent. Dus ieder stukje groen, wat een beetje ruiger is dan normaal, zou wel welkom zijn, ja. In Maastricht heeft alles de neiging om chic en schoen te worden. En er zijn toch ook genoeg mensen die ja, iets wildere dingen op prijs stellen. Ik kom sowieso voor de film, maar ik ben 2 maanden terug hier geweest voor Picnic Elektroniek. En dat was ook echt een heel leuk initiatief. En ik vind gewoon de sfeer hier in het park heel cool. En ik vind het gewoon echt een leuke plek om te zijn. Dus. Het is gewoon lekker op een zaterdag of zondagavond hierheen kunnen gaan. En dat er gewoon mensen zijn waarmee je lekker kan socializen. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. En dat maakt het niet uit of dat op deze plek is of ergens anders. Zolang het maar in het centrum is, waar je gewoon heel veel mensen kan bereiken. Oké, okay, en tenslotte, als je het vergelijkt met een gewone bioscoop en met dit, hoe gaat het een voorkeur nou uit? Ja, dit, zolang het niet regent, het moet natuurlijk wel droog blijven, want anders vind ik het niet meer erg gezellig. Maar zolang het droog blijft en zeker een beetje lange avonden, nou heerlijk te openlopen, okay. Lekker de natuur en okay. Heerlijk. Goed. Dankjewel voor het interview. Ja, graag gedaan. Hè. Dankjewel. Applaus. Oh, een grote Portion 2 heeft er jongen. Oh, Mann! Mensch! Weißt du noch, wie wir nach der Schule auf den Heft die Fotze küssen und so? Das ist meine Verlobte, Tanja. Und was machst du jetzt? Immobilien? Dit is de eerste film die we samen in openlucht vertonen met Bureau Europa. Dat gaan we volgende week nog een keer doen, maar dan in het nieuwe Frontenpark. Vlakbij de Noorderbrug is dat. Daar gaan we het heel bijzonders doen. Het wordt een stomme film, Sunrise, uit 1927 maar liefst. Met live muziek, piano en elektronica. Plaatsen zijn beperkt, daar moet je ook een kaartje voor kopen. En dat wordt echt een heel bijzonder evenement in een hele feerieke sfeer. Dit jaar was het 3 dagen lang feest op het Curversplein tijdens de Curverspleinfeesten. Weekendlaar nam een kijkje bij het zondagmiddagmatinee en de Weekse Food Market.
Welkom bij de tweede editie van Curvers Plein Feesten. Nu al drukker als vorig jaar en nog een extra dag waar wij helemaal vol zitten. En ik wil jullie graag even een impressie geven over hoe dat het plein op dit moment erbij zit met alle weekse ondernemers en de muziek en het springkasteel. Dus loop even mee. We hebben dus opnieuw een stichting opgezet met als doel om uiteindelijk dit plein terug autovrij te maken en echt het pleingevoel terug te creëren. De Curvesplein-feest helpen daarom bij om het potje een beetje te spekken en zodat we uiteindelijk hier alles een heel mooi plein terug kunnen maken. Hoe was de sfeer gisteren, zaterdag? Het was geweldig, Ja, we hebben gespeeld, we waren nog leeg en daarna wordt het donker, chique lampjes, heel veel lui, prachtig. Hoeveel lui denk je dat er ongeveer op het plein stonden gisteren? Ik denk 20.000. En geen ene meer of minder zie je. On the trigger, let me tell you, gave us quite a scare. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Zoals jullie zien, we zijn heel erg druk bezig om allerlei plannen te maken, zowel qua feesten, maar ook qua op planologisch gebied. Volgend jaar staan uiteraard weer een paar evenementen op de agenda, zoals Koninginnedag, waar we ieder jaar weer Jimmy D en zijn bands kunnen uitnodigen. Week Live hebben we dit jaar toegevoegd, volgend jaar komt het absoluut weer terug in de maand juni. En dan uiteraard de Curvespleinfeesten. We hopen dat we met Magisch Maastricht ook nog iets kunnen doen qua kraampjes en qua muziek. Dus tot volgend jaar en tot in december.